1, 2, 3, hup. 120 vaccinatiecentra verspreid over heel Vlaanderen. Dat is het idee van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Toch zijn er veel steden en gemeenten die het heft liever zelf in handen nemen, zoals Aalter. Wij zouden het willen aanpakken zoals we eigenlijk gemeenteraadsverkiezingen en parlementsverkiezingen organiseren. Dat is namelijk dat onze inwoners opgeroepen worden per bureau en dat ze zich dan kunnen verplaatsen op meerdere plaatsen op het grondgebied van de gemeente om gevaccineerd te worden. We voorzien dat in een periode van 72 uren. Op amper 3 dagen tijd dus, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat constant vaccineren. Als locatie denkt Aalter aan zijn 2 sporthallen. En in elke deelgemeente zou dan ook een klein vaccinatiecentrum komen. Het is sneller en veiliger dan 1 vaccinatiecentrum per regio, vindt de Krem. Ik denk dat de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen zo vlug mogelijk het vaccin kunnen toegediend worden op het moment dat het beschikbaar is. 100 dorpen, 2 in Vlaanderen of nog iets meer in België, zullen een gigantische volksverhuizing met zich meebrengen. Mensen gaan zich ver moeten verplaatsen. Onze optie is, we doen het op de schaal van de gemeente. Een visie die ze in Lievegem en ook in de Vlaamse Ardennen delen. We zijn in elk geval van mening dus dat er eigenlijk 1 vaccinatiecentrum per gemeente zou moeten kunnen actief zijn. Het is de bedoeling, zeker van onze intergemeentelijke veiligheidscel, om die vaccinatie zo dicht mogelijk naar de mensen toe te brengen. Om zoveel mogelijk drempels weg te werken. Ik denk dat dat toch enorm belangrijk is. Vooral voor minder mobiele mensen is het belangrijk dat ze makkelijk hun weg vinden naar een vaccinatiecentrum. Op hoeveel dagen zijn inwoners gevaccineerd zullen worden, wil de meulemeester niet voorspellen. Maar dat de centra snel operationeel zullen zijn, dat is wel belangrijk. We gaan in elk geval zorgen dus dat we in de loop van februari al klaar zijn. Dus we zijn daar nu al volop aan het werken, de nodige voorbereidingen aan het nemen. Andere steden en gemeenten staan wel open voor 1 vaccinatiecentrum per eerste lijnzone. Deinze bijvoorbeeld vindt het realistischer dat alles van bovenaf georganiseerd wordt, omdat het sowieso een gigantische operatie wordt. Ook stad Eeklo en Evergem, qua inwoners de grootste gemeente in het Meetjesland, zijn voorstander van 1 centrum per regio. Maar ze hopen dan wel om dat centrum zelf te organiseren, terwijl ze eigenlijk in dezelfde zone vallen. In Eeklo zien ze de evenementenhal als ideale locatie. In Evergem denken ze aan sportcentrum De Hoge Wal. Ik begrijp dat ook wel, dat uiteraard iedere burgemeester voor zijn eigen gemeente wat schermt, omdat het in onze gemeente zou gebeuren. Maar in een eerste fase en ook nu heeft de sporthal in Aertvelde, sportcentrum De Hoge Wal, al dienst gedaan als triagepunt en ook momenteel als zorgmeldpunt screeningcentrum. En dit is een ruime locatie, veel parkeergelegenheid, dat is een mogelijkheid. Toch staan ze hier ook open voor verschillende kleinere centra in de gemeente. Ze kregen zelfs al verschillende aanbiedingen van particulieren. Want iedereen wil natuurlijk dat het vaccineren zo snel mogelijk kan starten. Het is zo dat onze inwoners al 10 maanden met de gevolgen en de maatregelen voor corona geconfronteerd worden. Mensen zien uit naar wat perspectief. Andere steden en gemeenten, zoals bijvoorbeeld Ronse, wachten liever de officiële communicatie af vooraleer ze beginnen te plannen. 1 stad is wel al zeker van een vaccinatiedorp en dat is Gent. Dinsdag maakt schepen Rudy Coddes bekend waar dat dorp zal komen en dat is nog maar het begin. Minstens 150.000 Gentenaars moeten gevaccineerd worden. Coddes en co. hebben dus nog wat werk voor de boeg om alles in goede banen te leiden.